Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haaks College. Met vandaag. Noord-Korea is niet zo geïsoleerd als we vaak denken. We gaan in deze aflevering op zoek naar de internationale vrienden van Kim Jong-un. Mijn naam is Annette van Soest. En ik ben Remco Breuker. We zijn verhuisd van de werkkamer boven naar de eetkamer beneden. Ja, nee, we zitten aan de keukentafel, de eettafel, waar het toch wat makkelijker zitten is en wellicht beter praten. En ook hier weer een enorme boekenkast. Ja, dat is onvermijdelijk. Anders past het niet. Ja, nee, ik voel me ook altijd fijn met veel boeken om me heen. Was het leuk om de eerste show te horen? Heb je teruggeluisterd? Ja, ik heb het teruggeluisterd met enige schroom. Als ik naar mezelf moest luisteren. Nee, ik vond het ontzettend leuk. Ik denk ook wel echt dat ik, als ik nog een keer een carrière zou moeten kiezen, dat ik radiomaker zou gaan worden. En serieus, podcastmaker in deze tijd al. Maar ja, maar dat ben je al. Je bent al podcastmaker nu, ja, natuurlijk. Nee, dankzij jullie. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Heb ja. je goede reacties gehad? Ja, nee, de reacties waren goed. Ja, dat voornamelijk via Twitter. En dat, ja, daar waren we absoluut blij mee. Laten we er wat reacties bij pakken. Blijf sturen, vinden we hartstikke leuk. Peter Wijninga twittert. Uitstekende podcast. Heb een extra rondje met de hond gelopen om het af te kunnen luisteren. Goed nieuws toch? Vooral voor de hond? Ja, nee, inderdaad, vooral voor de hond. Ook voor Peter, denk ik. Het is heel mooi dat deze podcast ook heilzaam voor het huisdier is. Patty Jansen schrijft op Facebook. Perfect om naar te luisteren in de trein. Dus ik heb me meteen geabonneerd. Nou, super Patty. We hebben ook een paar vragen binnengekregen. Zoals Jesse Pinster. Die vraagt via Twitter. @Corio in Leiden. @Annette van Soest. Ik wil meer weten over Eric Clapton. Waarom is die zo populair onder het Koningshuis? En komt Slowhand ook in Noord-Korea om op te treden? Nou, waarom hij zo populair is, is denk ik niet zo heel moeilijk. De man maakt goddelijke muziek. Ik ben het in deze volkomen eens met de jongere broer van Kim Jong-un en de rest van het Koninklijk Huis daar. Hij maakte prachtige muziek. Zijn concerten zijn bezocht in het buitenland, in Singapore, door Noord-Koreaanse leden van de Kim-familie. Daar is ook over geschreven door een diplomaat die gevlucht is. Die moest Kim Jong-chol is dat, begeleiden in Singapore en in Londen ook. Daar is hij ook een keer geweest. Toen is er ook wel een aanbod gedaan aan Eric Clapton. Om in Noord-Korea langs te komen. Voor veel geld langs te komen. Heeft hij dat gedaan? Heeft hij dat aangenomen? Nee, hij heeft het afgewezen. Hij vindt niet dat hij dat kan doen. Niet met de mensenrechtssituatie zoals die is. Zijn er andere westerse artiesten die wel op zo'n aanbod zijn ingegaan? In New York Philharmonic is er geweest. Maar dat was niet om geld te verdienen. Het was in het kader van toenadering. Daar kan je ook je vraagtekens bij zetten. Maar goed, dat is op zich natuurlijk een eerbare reden om er naartoe te gaan. Ik heb wel gelezen dat het is geen muzikant, wel een acteur, dat Gérard Depardieu onlangs gesignaleerd is in Pyongyang. Ja, ik kan je nog meer vertellen. Niet alleen hij is ook gesignaleerd door een collega van mij die daar zat in de hotellobby. En ik haal hem nu vrij letterlijk aan, hele akelige mensen om me heen die zich zeer agressief gedroegen. En er is ook een journalist die hem wilde benaderen, die is ook bedreigd. En er werd hem verteld dat er akelige en pijnlijke dingen met hem zouden gebeuren als hij niet snel rechtsomkeerd zou maken. Okay. Ja, wat doet hij daar? We weten dat hij ook al bevriend is met Poetin. Ja, nee, ik denk dat hij daar was in het kader van het smeden van een internationale confederatie voor fascisten of iets dergelijks. Het is me niet helemaal duidelijk. Hij heeft daar allerlei dingen bezocht in een rolstoel. Hij is zodanig dik dat hij wordt rondgeduwd tegenwoordig. Hij kan nog steeds wel lopen, heeft hij ook al gedaan. En daarna is hij naar Turkije gegaan om daar een Turks paspoort aan te vragen. Hè? Ja, het is een heel bizar verhaal. Ik weet niet precies wat hij heeft gedaan. Misschien dat hij een boodschap voor Poetin heeft overgebracht naar de andere kant. Er zit daar een volledige functionerende Russische ambassade die dat ook heel goed kunnen. Dus ik weet het niet. Misschien dat ook niet meer zo welkom is in andere landen, dat kan ook. Frank Garten twittert, dit wil ik heel erg aanbevelen. Met veel plezier geluisterd in de auto en echt veel van geleerd. Fantastische podcast over een zo intrigerend deel van de wereld. Dankjewel Frank. Blijf berichten sturen, ook als je een vraag hebt. Heel kort nog even, er waren ook wat vragen over de naam. Sommigen dachten dat het K-pot was. Maar het is toch echt K-pot, vernoemd naar K-pop. En om onze naam eer aan te doen, vanaf nu iedere aflevering een K-pop hit. Deze maand een nummer
een nieuw nummer van BTS, toch wel een beetje onze huisband, staat op 3 in de Koreaanse hitlijsten. Laten we eerst even luisteren. Can't call me artist. Can't call me idol. Animotum zaden. Maar dat heet dood. Remco, het nummer Idols. Wat vind je ervan? Ja, het klinkt heel bekend. Dit is echt K-pop zoals ik het ken. En zoals ik het in iets andere vorm ook kende toen ik er zelf studeerde. Dus het is een bepaalde manier een warm bad. Zet je thuis wel eens op? K-pop? Ja. Wel Koreaanse muziek, maar er wordt toch wel vaak de wat oudere muziek, ben ik bang. Of de wat alternatieve muziek uit het alternatieve circuit. Wat nu wordt gemaakt. Maar nee, we luisteren allemaal veel... veel Koreaanse muziek. In die mate zelfs dat het favoriete slaapliedje van onze jongste een Koreaans popliedje is uit 1995 of 96. Die kan het helemaal meezingen en praten terwijl hij geen Koreaans kent. Oh, wauw. Ja. Volgende maand weer een nieuwe hit. Voordat we op zoek gaan naar de vrienden van Noord-Korea, en dat zijn er best veel voor een geïsoleerd land, eerst nog een bericht van onze vrienden van Leiden Asia Center, die deze podcast mede mogelijk maken. Want op 9 november presenteren zij een rapport over Europees-Chinese wetenschappelijke en onderwijssamenwerkingen. Wil je daarbij zijn? Kijk dan even op hun website. Remco, vorige aflevering wilde jij laten zien dat Kim Jong-un niet in zijn eentje aan de touwtjes trekt. Vandaag duiken we in de betrekkingen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld, want elk diplomatiek initiatief met Noord-Korea is gedoemd te mislukken als niet eerst de realiteit achter Noord-Korea's aanwezigheid in het buitenland in acht wordt genomen. Dat schrijf je in je boek, de BV Noord-Korea. Kan je kort uitleggen welk groot misverstand er bestaat daarover, over die buitenlandse betrekkingen? Ja, dat is iets waar ik me toch altijd weer over verbaas. Ook omdat ik er zelf ingetrapt ben. Ik heb zelf ook heel lang geloofd dat Noord-Korea een geïsoleerd land was. En het is ook zo als je het aantal ambassades en ambassadeurs in Noord-Korea bekijkt, of het aantal Noord-Koreaanse ambassades in het buitenland. Maar als je wat verder kijkt en kijkt naar de echte internationale betrekkingen waar Noord-Korea in investeert en waar het waarde aan hecht, als je die in kaart brengt, krijg je een heel ander verhaal, een heel ander plaatje. En dan zie je dat Noord-Korea wel degelijk veel contacten heeft en ook wat oude vrienden op wie je toch telkens weer kan terugvallen over de hele wereld. We gaan zo even kijken naar die vrienden. Maar we moeten eerst naar het begin. Een begin als uit een spannende film. Wat hebben de buitenlandse relaties van Noord-Korea te maken met crystal meth? Ja, nee, dat is ook te gek om uit te zijn als ik heel eerlijk ben. Maar het is wel waar. Het is wel waar, ja. Nou, een van de dingen die je nog wel eens in nieuws wil tegenkomen is dat er een Noord-Koreaans diplomaat is opgepakt omdat hij in drugs handelt of in ivoor. Of goud. Goud. Of zelfs niet al te lang geleden iemand die 15.000 liter dure drank het land in probeerde te krijgen in Egypte. Ja, hoe je dat dan in de diplomatic pouch vervoert, weet ik niet. Maar goed, maar dat is het wel een beetje. Want Noord-Korea heeft lange tijd aan de grens met China crystal meth geproduceerd in staatslaboratoria. Het is natuurlijk in Amerika, we hebben misschien allemaal wel Breaking Bad gezien, waarin dat over de productie van dezelfde druk gaat. En het wordt ook in Nederland geproduceerd, in Brabant. En het is vaak gevaarlijk. Maar in Noord-Korea in staatslaboratoria. Ja, precies. Waarom? Dus, nee, dat wordt dus door chemici gedaan met alle goede spullen onder gecontroleerde omstandigheden. Dus wat je krijgt is de zuiverste crystal meth ter wereld. En dat levert geld op. Het is makkelijk te exporteren en het is heel populair. Het wordt via China verkocht. Ook aan Chinezen, maar ook aan Zuidoost-Azië. En zelfs aan Zuid-Korea en Japan. Via de georganiseerde misdaad daar. En gebeurt dat nog steeds? Ja, het was een tijdje omdat China echt last begon te krijgen hiervan, is het onderdrukt geweest. Het aantal crystal meth verslaafden in China nam op een gegeven moment ook enorm toe. Dus het is nu niet meer de staat die het doet, maar het is de laatste jaren weer toegenomen. En dan zijn het eigenlijk privé-initiatieven die worden getolereerd door de staat. Een soort gedoogbeleid. Alleen je moet wel natuurlijk steekpenningen daarvoor betalen aan de staat. Maar het gebeurt nog steeds. Noord-Koreaanse crystal meth wordt nog steeds over de wereld geëxporteerd. En waarschijnlijk ook andere vormen van synthetische drugs. Oké, okay. Wat heeft dit te maken met buitenlandse betrekkingen? Dit zijn de Noord-Koreaanse buitenlandse betrekkingen. En dan gaat het niet zozeer om de drugs. Maar dan gaat het om wat de reden is van deze betrekkingen. Dat is geld. Dat is de reden dat Noord-Korea op de koop toeneemt dat China hier vaak niet blij mee is. Terwijl China toch een hele grote, belangrijke, machtige buurman is die je liever niet kwaad maakt als het niet hoeft.
Maar de andere kant van het verhaal is geld. En dat is toch wat Noord-Korea nodig heeft, wat dit regime nodig heeft om aan de macht te blijven. Om iedereen tevreden te houden binnen de elite. Dus vandaar dat het wordt gedaan. In de vorige aflevering hebben we het gehad over de schaduwbureaucratie. Hè? Het verschil tussen macht en status. Hoe speelt dat door in de relaties tussen Noord-Korea en de rest van de wereld? Ja, dat is ook zoiets. Hè? Dat is echt heel lastig. Dat merk je nu ook weer met Trump en zijn liefdesverklaring aan Kim Jong-un. Volgens mij is dat nog niet... Heeft Kim Jong-un dat ook nog niet hetzelfde gezegd? Nee, de liefde is misschien niet wederzijds. Maar de brieven waren toch erg liefdevol, volgens lijken, Trump? Ja, wellicht op geparfumeerd papier geschreven of zoiets. Nee, wat je daar ziet is dat het gaat niet lekker met die onderhandelingen. En Amerika zit er vaak naast met wat Noord-Korea nou echt wil. En dat is uiteindelijk terug te leiden tot dit. Tot denken dat de mensen met wie je praat ook daadwerkelijk de macht hebben om dingen te veranderen. En dat is vaak niet zo. In sommige gevallen is het wel zo, dan praat je met de goede personen. Maar vaak praat je met iemand die een hele duidelijke strategische opdracht heeft gekregen. En ook een hele duidelijke parameters waarbinnen hij zich kan gedragen. En als hij daar buiten valt, moet hij terug om nieuwe instructies te vragen. Nou, deze mensen die naar buiten gaan, dat zijn de gezagsdragers van de staat. De grote mannen. De minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Maar dat is niet noodzakelijk degene die de beslissingen neemt op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sterker nog, deze beslissingen worden niet op het ministerie van Buitenlandse Zaken genomen. Maar bij het Verenigd Front Departement, ja, verschrikkelijk, een communistische naam waar je niks mee kan. Maar daar wordt eigenlijk dit soort strategie ten opzichte van het buitenland uitgezet. En Buitenlandse Zaken voert uit. Maar met wie moet je dan praten? Als het niet de minister van Buitenlandse Zaken is, als het niet die diplomaten zijn die... Die op die ambassades in het buitenland met die mensen die niet naar het buitenland gaan. Omdat het te gevaarlijk zou zijn. Met die mensen moet je praten. Ik zie inderdaad kijken van, maar dat kan toch niet? En ja, nee, inderdaad, daar zou je dan gelijk hebben. Dat is dus het lastige. Dat lukt ook niet. Dit zijn de mensen die zich niet snel laten verleiden om naar het buitenland te gaan. Dat zijn wel de mensen met wie je zou moeten praten. En dat gebeurt niet. En we trappen nog steeds in diezelfde, toch wel hele makkelijke propaganda is het eigenlijk. De minister van Buitenlandse Zaken, in elk ander land heeft hij of zij ook wel het voor het zeggen. In Noord-Korea kan dat, maar vaak is het niet zo. Je hebt vaak de vice-directeur van een onaanzienlijk departement nodig. En dat is degene die de strategische plannen uiteenzet. En dat is degene die Kim Jong-un en degene om hem heen adviseert om hoe te handelen. Wie zijn de grootste vrienden van Kim Jong-un? Nou... Hoe lang hebben we nog? Het is echt, dat is pik er even een paar uit. Want ik zei al, meer dan je op het eerste oog zou denken. Ja, en ook andere dan je op het eerste oog zou denken. Niet China. Als de relatie nu wel verbeterd met Xi Jinping. Ze hebben elkaar 3 keer gezien de afgelopen tijd, in 2018. Maar het is nog steeds een hele lastige relatie waarin ze elkaar gewoon echt niet vertrouwen. Zit die twee in een afgesloten kamer, dan komt er maar eentje uit. Dat is heel duidelijk. Oké, dus niet China. Ja, niet China. Wie wel? Rusland, zeker wel. Onder Poetin helemaal. Als je kijkt ook hoeveel arbeiders er die kant uit worden gestuurd. Poetin verwelkomt dat. Die ziet ook dat het een manier is om Noord-Korea overeind te houden economisch. En ook een manier om zelf nog invloed te houden in Pyongyang. Dus dat zijn relatief warme relaties. En dan zijn het landen waarvan je het misschien niet zou denken. Het zijn niet misschien de landen. Kijk, ik verval zelf ook in een fout die ik anderen altijd verwijt te maken. Namelijk dat we dan over landen gaan praten. En dat moeten we niet doen. We moeten kijken naar personen. We moeten kijken naar organisaties. Persoonlijke relaties. We moeten bijvoorbeeld kijken naar zakenmensen in Polen, in Bulgarije, in andere voormalige Oostbloklanden. Die al heel lang relaties hebben met Noord-Korea. Die er ook soms hebben gewoond. Ook Noord-Koreaan of Koreaans spreken. Dat zijn de mensen die netwerken onderhouden over de hele wereld. Waar Noord-Korea heel veel baat bij heeft, ook in zit. En wat een hele belangrijke is, de Afrikaanse staten. Vooral in Zuidelijk Afrika. En dat is iets wat we vaak wel eens over het hoofd willen zien. Waarom zeg je willen zien? Ja, betekent dat we het eigenlijk weten, maar het niet willen weten? Ja, het is wel genoeg over geschreven om dat nu wel eigenlijk te moeten weten. En als we het dan niet weten, dan... is misschien ook een kwestie van dat we het niet helemaal willen.
Maar geef eens wat voorbeelden van die speciale relatie tussen Noord-Korea en Namibië en bijvoorbeeld, of Zimbabwe of Tanzania. Landen waar Noord-Korea al 40, 50 jaar een relatie mee heeft. Zoals de vroege jaren 70, ruim 40 jaar. Maar niet met de regeringen. En dat is wel iets wat dat thema moeten we echt in de gaten als het om Noord-Korea gaat. Ze knoopten vriendschappelijke relaties aan met de toenmalige vrijheidsstrijders. Die tegen de koloniale regering bijvoorbeeld streden. Ze onthaalden die mensen in Pyongyang alsof het al staatshoofden waren. Op het moment dat ze nog eigenlijk een onafhankelijkheidsoorlog uitvochten. En werden opgejaagd door op dat moment nog de regering. Waarom deed Noord-Korea dat toen? Een paar dingen. Eén is omdat Zuid-Korea dat ook probeerde te doen wereldwijd. Toen waren de Noord- en Zuid-Korea nog redelijk goed aan elkaar gewaagd. Maar het andere was ook echt ideologie. Kim Il-sung wilde ook graag een overwinning zien van de gemarginaliseerde landen, de vertrapte landen, de socialistische landen. En dit waren vaak vrijheidsstrijders die heel socialistisch of zelfs communistisch waren. Dus daar is heel erg in geïnvesteerd. Het heeft echt een idealistische component en ook een hele praktische. Want Zuid-Korea en Amerika doen het ook. En Cuba en Rusland zijn aan de andere kant, of Sovjet-Unie moet ik zeggen. Dus wij staan aan die kant. Nou, die banden zijn er nog steeds. Ik las in je boek dat ze ook ontzettend veel standbeelden daar ontwerpen en bouwen. Ja. Ik snap dat je warme relaties wil opbouwen, maar waarom je dat dan in de vorm van een standbeeld moet doen? Ja, het is een heel typisch Koreaans cultureel verschijnsel. Nee, is onzin. Nee, die standbeelden worden alleen maar gebouwd omdat dat verzoek komt van de Afrikaanse regeringen. Bijvoorbeeld in Senegal, waar een heel groot standbeeld staat dat niet heel toevallig net iets groter is dan het vrijheidsbeeld in New York van een man en een vrouw en een kind. En er zijn niet zo heel veel mensen meer of bedrijven die dit soort grote standbeelden in brons kunnen bouwen. Kunnen of willen kunnen bouwen. Ook. Het is ook echt een techniek waar je ontzettend goede ingenieurs en kunstenaars voor nodig hebt. Om die standbeelden ook een beetje te laten lijken. Dus dat is echt een expertise van de Noord-Koreanen. Noord-Korea is daar waarschijnlijk het beste in ter wereld. En dan zijn ze ook eens een keer heel goedkoop. Het nadeel is wel dat ze je beduvelen waar je bij staat, ook al ben je een goede vriend. Dus in Senegal is het op een gegeven moment hebben ze het een deel moeten overdoen, omdat het materiaal niet goed genoeg was. Het was niet het beloofde brons, geloof ik. En dat is ook wel heel mooi. Ze hebben de hoofden opnieuw moeten gieten. Want die leken toch echt wel heel Noord-Koreaans en niet Senegalees. En als je naar Congo gaat, daar staat een beeld voor de voormalige dictator, de vader van de huidige president. Kabila. Ja, en daar is de rekening volgens mij ook nog niet helemaal van voldaan aan Noord-Korea. Omdat de Congolese regering niet blij is met hoe erg Kabila qua lichaamsbouw en gezicht op Kim Jong-il lijkt. maar goed, die standbeelden, dat is omdat men dat vraagt. Dit zijn ook vaak regeringen die willen laten zien dat ze de macht hebben. En dat is wel echt iets heel erg interessants aan Noord-Korea en de relaties bijvoorbeeld met Namibië. Is dat er wordt welwillend naar Noord-Korea gekeken. Dit is een land waar ze altijd op hebben kunnen vertrouwen. Had je AK-47's nodig of raketten, Noord-Korea kon het leveren. Had je hulp nodig op het moment dat je in de jungle moest terugtrekken omdat je aan alle kanten werd aangevallen, Noord-Korea stuurde militaire adviseurs en wapens, et cetera. Maar tegelijkertijd is Noord-Korea ook het voorbeeld, een van de weinige voorbeelden van een klein land, gemarginaliseerd, socialistisch, ja, in naam dan, dat het tegen Amerika heeft opgenomen en heeft gewonnen. Dat is zoals het nu wordt gezien. Waarin dezelfde partij al 70 jaar aan de macht is. En dat is zelfs iets wat democratieën in Afrika toch graag willen overnemen. We moeten het ook hebben over het gevaar van de relatie van Noord-Korea met Syrië en Iran. Ja, dat is ook een van de dingen waar ik toch altijd wel over verbaas. Ja, ik verbaas me de hele tijd als ik de krant lees, lijkt het wel. Maar dat niet veel aandacht heeft gekregen. De rol van Noord-Korea in Syrië. En die rol is er al 40, al 50 jaar, vanaf 1968. Ja, dat is nu 50 jaar. En ook dat zijn persoonlijke relaties geweest, hè? Tussen de familie Kim en Assad. Ja, die schrijven elkaar nog steeds geregeld hele fijne open publieke boodschappen waarin ze elkaar feliciteren en sterkte wensen. En dat staat gewoon in de Syrische en de Noord-Koreaanse staatsmedia. Hoe zijn die met elkaar in contact gekomen? Ja, dat is Noord-Korea heeft altijd veel aandacht gehad voor het Midden-Oosten. En dan voornamelijk ook voor de socialistische revolutionaire groeperingen en bewegingen. De PLO bijvoorbeeld, altijd gesteund door Noord-Korea. Hezbollah. Het leiderschap, het huidige leiderschap, heeft getraind in Pyongyang, is opgeleid in Pyongyang. Daar hebben ze geleerd wat stadskerilla is. Syrië is natuurlijk, wordt nog steeds geregeerd door de Baath-partij. En dat is een partij die
met enige goede wil kan je daar iets socialistisch in zien. Het was het denk ik wel in de jaren 60. Dus dat is weer de ideologische link die daar zit, net als met Afrikaanse staten. En tegelijkertijd een perfecte exportmarkt voor wapens, voor raketsystemen. En voor chemische en biologische wapens. En dat is het gevaar nu in Syrië. Die wapens zijn gebruikt. Dat weten we. Assad heeft natuurlijk al tientallen keren gifgasaanvallen uitgevoerd. En dat is met Noord-Koreaans gifgas geweest. Gemaakt in door Noord-Koreanen gebouwde en wellicht ook nog steeds bemande chemische laboratoria. En natuurlijk ook de kernreactor, zou ik hem bijna vergeten. Die in 2007 in Syrië werd voltooid. En prompt werd platgegooid door het Israëlisch leger. En daar zie je ook wel die dynamiek een beetje aan het werk. Want die kernreactor is gebouwd door Noord-Korea met Noord-Koreaanse kennis in Syrië, maar met Iraans geld. Want welke rol speelt Iran in dit alles? Iran is vaak de financier van deze ondernemingen geweest. Die hebben al vaker Syrië geholpen om Noord-Koreaans wapentuig aan te schaffen. En als het gaat om deze kernreactor, dat is de verwachting van Iran toch ook wel, dat ze daar verrijkt plutonium zouden vandaan kunnen halen, zonder dat ze zelf zich hoefden bloot te stellen aan Israëlische of Amerikaanse aanval door die reactor op eigen grondgebied te bouwen. Mm-hmm. In dat geval is dat duidelijk. Maar wat heeft Iran eraan om die relatie tussen Noord-Korea en Syrië aan te moedigen? En dus ook financieel te ondersteunen? Ja, nee, het zijn drie landen die toch wel, ondanks het feit dat Iran natuurlijk echt een heel fundamentalistisch islamitische uitkijk op de wereld heeft, die toch wel heel erg verenigd zijn in hun wantrouwen en ook wel haat ten opzichte van het Westen. Tenminste aan de top van het land dan. Ten opzichte van Amerika. En die tot nu toe blijkt altijd profijt hebben getrokken uit de uitwisseling van kennis. Wetenschappers, Iraanse, Syrische en Noord-Koreaanse wetenschappers, gaan al jaren bij elkaar op bezoek. Het is ook geen toeval dat de Iraanse raketten die heel erg lijken op die van Noord-Korea. En dat zal nu dat de Iran-deal er niet meer is, zal het alleen maar toenemen. Ja, er zit daar een heel duidelijke, denk ik, geopolitieke, geostrategische overweging achter. Dat landen als Syrië en Iran en Noord-Korea, zolang dat die toch worden gezien als paria-staten in de internationale wereld, nou, Iran dan het minst misschien, maar toch, hebben ze heel veel in elkaar. Ze kunnen ook niet makkelijk ergens anders terecht. Waar gaat Iran nu zijn onderdelen kopen of ontwerpen voor raketmotoren? Nou, in Noord-Korea, dat is denk ik het enige antwoord. Ja, dus ze worden ook in de armen gedreven van Noord-Korea door die internationale sancties. Zeker, nee, dat is ook. Ik las in heel veel commentaren dat Trump net zo open en vriendelijk moest zijn naar Iran als hij naar Noord-Korea was geweest. Zonder dat daarbij de kentekening werd gemaakt dat juist het kapotgaan eigenlijk van de Iran-deal ontzettend goed is geweest voor Noord-Korea en ook mogelijk maakte waarschijnlijk om zo open naar Amerika te zijn. Want het is, daar wordt toch heel veel geld mee verdiend, ja, met die export van kennis en onderdelen. Even terug naar Syrië. Hoe zou, denk jij, die strijd zijn gelopen daar als Noord-Korea Assad niet had gesteund? Ja, als je kijkt hoeveel Syrië de laatste 20 jaar alleen al heeft geïmporteerd vanuit Noord-Korea, en dat doen ze nog steeds. En dan gaat het dus niet alleen om wapens, maar ook om technologie? Dan gaat het ook om technologie. Dan gaat het om militaire adviseurs, zoals dat heet. Ja. Om helikopterpiloten, vroeger zelfs straaljagerpiloten. Er zijn aanhoudende geruchten die nog steeds niet geverifieerd zijn. Dat moet ik wel bijzeggen. Dat de Noord-Koreanen underground meevechten aan de kant van Assad. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, dan kom je toch tot de conclusie dat een goede kans is geweest. Dat een goede kans zou zijn geweest dat Syrië of Assad het niet zou hebben gered zonder Noord-Koreaanse hulp. Dat hij in midden jaren 2000 al omgevallen zou zijn. En stel je eens voor wat dat zou hebben losgemaakt. En het is heel moeilijk natuurlijk om te speculeren. Was het dan beter geweest? Hadden we dan een fundamenteel islamitische staat gehad? Hadden we een vrijer Syrië gehad? Weet ik allemaal niet. Maar wat ik wel vermoed is dat de kans toch wel heel groot was dat de vluchtelingenstroom niet op gang zou zijn gekomen. En dat is natuurlijk een van die dingen die onze maatschappij nu gewoon heel erg polariseert. Omdat we niet weten in de EU hoe we daar nu goed moeten omgaan. Dus wat je eigenlijk zegt is dat Noord-Korea daar ook een bepalende rol in heeft gespeeld. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er op strategisch niveau ook echt over nagedacht is. Dit is natuurlijk perfect om aan te jagen in samenlevingen, in staten die je als vijand ziet of als potentiële vijand, zoals de EU. In ieder geval geen vriend.
Ja. En dat is iets wat we onvoldoende, denk ik, in het vizier hebben gehad. We begonnen met de reden voor de buitenlandse relaties voor Noord-Korea. Namelijk ook gewoon commerciële redenen eigenlijk. Ja, absoluut, ja. De crystal meth. Hoeveel geld zou Noord-Korea hebben verdiend nu al aan die oorlog in Syrië? Geen idee. Nee. De enige cijfers die ik heb gezien spreken van over de laatste 20 jaar honderden miljoenen. Maar hoe betrouwbaar het is, nog Syrië, nog Noord-Korea geven openheid van zaken. Dus dat durf ik echt niet te zeggen. En ik weet ook zeker dat het meeste van de transacties waarschijnlijk niet hebben gezien. Als je ziet hoeveel schepen er nog steeds, ondanks al die sancties, op Syrië, op Noord-Korea, Syrië bereiken met Noord-Koreaanse onderdelen of wapentuigen aan boord. En dan kan je donder op zeggen dat ze heel veel missen. Genoeg, denk ik, voor Noord-Korea om zichzelf overeind te houden. Remco, wat viel jou op in het nieuws de afgelopen weken? Ja, verschillende dingen. Eén ding wat ik wel heel leuk vond om te zien is de toespraak van onze huisband. De BTS. Ja, nee, die jongens doen het hartstikke goed sinds ze in deze podcast zitten. Ja. Die mochten spreken op tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Wat natuurlijk helemaal veel betekenis had, omdat het verleden jaar alle aandacht ging naar Trump, die Noord-Korea dreigde te zullen vernietigen. En Noord-Koreaanse reactie, die zei nou, kom maar op, dan gaan jullie eraan. Ja, dat was Little Rocket Man, toch? Dat was vorig jaar. Dat was vorig jaar dezelfde tijd. En nu krijg je daar de jongens van BTS, die daar een hele inclusieve boodschap gingen verkondigen. Dat je jezelf moet zijn en dat daar ruimte voor moet zijn. Waarom had de VN ze eigenlijk uitgenodigd voor een toespraak? Ja, het is, ik denk dat we toch echt wel eens om te erkennen dat BTS een van de allergrootste bands op het moment is. En ook een van de allergrootste bands van de laatste 20 jaar. Zo populair zijn ze toch echt wel. Dus het is niet zo heel gek dat ze daar terechtkomen. Als ze de jeugd wil aanspreken. Ja, UNICEF had het geregeld ook. Hè? Ja. En ze hebben ook echt een boodschap die UNICEF waardig is. Ze zijn heel erg voor inclusiviteit, diversiteit. Dat zijn ze natuurlijk zelf een bijzonder niet divers groepje. Maar goed, de boodschap die ze verkondigen is wel echt, echt divers. We hebben een fragment. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. Ik vond het een hele prettige afwisseling om daar 22-jarigen te zien die daar met zo'n boodschap kwamen. Ze hebben een hele plaat gemaakt, een album gemaakt dat alleen maar over inclusiviteit gaat. Love yourself. Ja, en dat is ook denk ik de reden waarom K-pop toch zo populair is. Ook in Nederland bij nog wel de schoolgaande jeugd en iets ouder. Ze brengen ook wel echt een boodschap waar je hoeft geen Koreaan te zijn om die liedjes te begrijpen. Ook al spreek je geen woord Koreaans. Wat viel je verder op? Ja, dat is nieuws dat eigenlijk meer met Nederland ook te maken heeft dan alleen maar met beide Korea's. Maar het feit dat, en daar ben ik echt ontzettend blij om, het aantal Koreaanse restaurants in Nederland zien er ogen toeneemt. Het zijn er nu laatste tellingen waar er 23 geteld. En dat is veel meer dan de laatste jaren het geval is geweest. Mensen 5 tot 10 als je geluk had. De meeste gingen weer snel failliet. Maar Koreaanse eten is populair. Ja, en daar ben je blij mee, want mis je de Koreaanse keuken? Jij hebt daar gewoond. Je hebt daar gestudeerd. Nee, ja, dat is wel een van de dingen. Er zijn heel veel dingen die Zuid-Korea ontzettend leuk maken en prettig om te leven. De mensen, het eerste, maar daarna toch wel het eten en drinken. Dat is ontzettend. Iedereen is ook heel erg begaan altijd met wat ze eten en drinken. Het moet ook lekker zijn. Je moet ook naar het beste restaurant toe gaan en de lekkerste dingen daar eten. Iedereen weet ook waar die tentjes zitten. Het is allemaal ook niet heel duur. Nee, het is heerlijk. Ik geloof niet zo in superieur en inferieur. In dit geval maak ik een uitzondering. De eetcultuur in Zuid-Korea is zonder meer superieur dan die in Nederland. Ja. Wat is je favoriete Koreaanse gerecht? Oef, te veel om op te noemen. Het is wel een gerecht dat we hier vaak eten. Bibimbap.
Dus als je, wat je zelf vaak maakt. Ja, wat je zelf makkelijker maakt met Nederlandse ingrediënten ook. Dat is toch altijd wel lastig. Brusselrijst is het letterlijk. Ja, maar er zit onderaan een harde korst, toch? Dat is die rijst die... Kan. Ja, het hoeft niet. Nee, het is als je het inderdaad in een hete pot opdient. Maar dat lukt niet altijd hier. Ik kijk wel eens naar kookprogramma's en dan komt dat voorbij. Dus. Dat is wel de lekkerste variant. Daar heb je absoluut gelijk in. Maar heb jij een breuker variant? Een huisrecept misschien een voor huisrecept, ons? Ja. Wil je dat delen? Ja hoor, dat is niet zo moeilijk. Wat je eerst moet hebben is gekookte rijst. Koreaanse rijst. Vertel het niet verder, maar met Japanse rijst lukt het ook. In ieder geval, zelfs Turkse rijst lukt ook goed. Kleefrijst. Sushi rijst. Of mag ik dat, of dat is dit vloeken in de kerk? Weet je wel, maar ik heb niks gehoord. We knippen het eruit. En dat is het fijne aan dit gerecht. Het is een soort wat jachtschotel hier was. Dus alles wat je over hebt, dat gooi je erin. En nu is het allemaal gestandaardiseerd. Maar je kan nog steeds er van alles in doen. Dus wat je doet, je doet er verse groenten bij. Soja, kiemen bijvoorbeeld, tauge, alfalfa. Je kan van die het is enorm hipsterproof. Ja. Ik hoor het nu al. Nee, dat is het zeker. Ja. Dan wat ook heel lekker is, spinazie en tauge even sauteren. Even in kokend water gooien. En dat dan daar knoflook en twenjang bij doen. Dat is gefermenteerde bonenpasta, sojabonenpasta. Kan je zo kopen in elke toko. Zelfs soms bij de Albert Heijn. Je roerbakt wat paddenstoelen, wat je maar wil. Oesterzwammen, kantarellen, shiitake. Je koopt ook, wij kopen mensen, dan zijn we te lui voor om zelf te doen, worteltjes. Julienne gesneden worteltjes, van die dunne reepjes. Ja. Die bak je ook even met wat suiker, dat ze lekker zoet zijn. Niet te veel. Dan ben je er bijna eigenlijk al. Een gebakken ei erbij. En een flinke lepel gochujang, dus dat is die rode peperpasta. Die kan je ook zo kopen overal. Of sambal werkt ook. En dat hussel je allemaal door elkaar. En als je de niet-veganistische of niet-vegetarische variant wil, dan kan je er nog in sojasaus geruld gehakt bij doen. Dat gooi je allemaal bij elkaar. Nou, dan ga je met je lepel doorheen. En water loopt me in de mond. Heerlijk. Sesamolie en misschien nog wat geroosterd zeewier. En dan eet je het wel, dat is wel heel belangrijk, met je lepel. Dus geen Koreaan. Ik heb dat zelf ook fout gedaan, vandaar dat ik het nooit zal vergeten. Ik dacht, de eerste keer dat ik naar Korea ging, kreeg dat je eet je rijst netjes met stokjes. Want iedereen eet hier alles met stokjes. Nee, dat doe je dus. Rijst eet je altijd met je lepel. En dus er is geen betere manier om te laten zien dat je een barbaar bent dan rijst met je stokjes te eten. Oké. Wat inderdaad heel China en Japan nu als barbaar bestempelt. Een gemiddelde Koreaan waarschijnlijk ineens zou zijn, maar goed. Dus je husselt alles door elkaar en... Eet het op met je lepel. Het is ontzettend voedzaam, super gezond. Kinderen vinden het ook heerlijk, wat ook hier ten huize wel belangrijk is. En het kost je 20 minuten om het te maken, denk ik. Ik ga het uitproberen vanavond. Niet met de restjes die ik in huis heb. Mijn koelkast ziet er misschien ietsje anders uit dan die van jou. Dankjewel voor dit recept. We zijn alweer aan het eind gekomen. Vragen, opmerkingen, laat het ons weten. Vinden we leuk? Twitter kan je daarvoor gebruiken. Je podcast app, als je ons twittert, dan kan dat. Naar @AnnetteVanSoest en @Corio in Leiden. En die Corio schrijf je met een Griekse ei. En geef ons gerust 5 sterren, want dan kunnen andere mensen deze podcast ook makkelijker vinden. Tot slot een bericht van Nieuwsport. Daar vindt op 7 november een mooie avond plaats over de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Die nacht komen de uitslagen vanuit de VS, maar in Nieuwsport blikken ze alvast vooruit, want er staat een hoop op het spel, met name voor Donald Trump. Wil je erbij zijn? Check dan de website van Nieuwsport of het Haags College. Dank aan de vrienden van deze podcast, Leiden Asia Center en Perscentrum Nieuwsport. De K-pop muziek die je aan het begin en het eind hoort is van... onze huisband BTS. Dit was de 2e aflevering van K-Pod, de maandelijkse Korea-podcast van het Haags College. Tot de volgende!